En ik heb er inmiddels ook totaal geen behoefte meer aan om daar allerlei lelijke of kwalijke dingen over te zeggen. Ik, ik denk dat wij allemaal ons door het leven stumperen. En, dat, uh, en ik gun Jan en Alleman dat je, dat je het gevoel hebt dat iets of iemand je daarbij helpt. Of het nou een filosoof is of een verzameling cactussen, of een geloof. Verzameling cactussen. <laughs> ja. Alsof het allemaal niet uitmaakt. Maar goed. Nou, nee, het gaat over steun. Ja. Het gaat over het gevoel dat je niet alleen bent, dat je deelt. Uh, en dat kan op allerlei manieren een vorm krijgen. Ja. Jouw vader stopte met geloven nadat jouw uh, broertje overleed. Ja. Zegt hij? Zegt hij? Ja, dat is grappig. Dat... Want is dat nou wel zo, Frank van der Linden? Kijk, mijn vader die zei ook dat hij stotte met houden van mijn moeder toen ze wegging. Maar ik weet dat hij veertig jaar lang is blijven houden van haar. Anders hadden ze zich uiteindelijk ook niet verzoend kort voor de dood van mijn moeder. En het zou, het zou, het zou best kunnen zijn dat hij stiekem eigenlijk gewoon is blijven geloven. Ja?